Zoals u ziet staat de auto er netjes klaar voor. Ik zal nog even een aflevervideootje maken. Dat is het makkelijkste met het uitleggen van de auto. Nou, aan deze kant bevinden zich dan de elektrische ramen en de elektrische spiegels. Kwestie van de bovenkant inderdaad linker of rechterspiegel. En dan werkt het natuurlijk als een joystick. Hij staat nu op de autostand. Dus betekent als de auto dicht gaat, gaat ook de spiegel mee naar binnen. En als die open gaat, gaat die ook mee naar buiten. En we kunnen dan ook nog de elektrische ramen achter blokkeren door middel van dit knopje in te drukken. De hoogteinstelling van de stoel, die doen we oppompen of naar beneden. Dat kunnen we met deze hendel inderdaad doen. Dan hebben we nog het dimmen van het dashboard. Kunnen we regelen. En het start-stop systeem kunnen we aan en uit schakelen. Dan zal ik de auto even starten. Druk gewoon volgens even op de knop start. Als ik de koppeling en de rem natuurlijk in heb gedrukt, dan gaat dat ook lukken. Het is een smart key, dus dat betekent dat de sleutel niet in de sleuf hoeft. Die kan wel in de sleuf, maar dat hoeft in wezen nu niet. En dan doet hij het ook wat dat betreft gewoon prima. Verder dan inderdaad, de verlichting is automatisch. Draaien we gewoon door naar auto. Dan zien we ook inderdaad dat de lichtbundel gewoon aangaat. Dus dat is omdat het hier dan donker genoeg is. Willen we de mistlampen voor erbij aanzetten, draai ik hem gewoon even naar voren. Gaat dan hierboven inderdaad dan het groene lampje branden. En mistlamp achter is dan inderdaad even naar beneden draaien. En dan gaat dat oranje lampje wat dat betreft branden. En op die manier kunnen we dan de mistlampen erbij aanzetten. Andere kant is de regensensor. Eén naar beneden is de intervalstand. En die kunnen we dan vervolgens nog regelen met kleinere of grotere druppels. Gewoon aan nagelang het harder of minder hard regent. Verder dan natuurlijk ook nog een unit voor de radio. Plus en min voor de volume in te stellen. Opnemen en afbreken van een gesprek. De source kunnen we dan ook nog bepalen. En hierachter zit nog een wieltje inderdaad om naar de volgende track bijvoorbeeld inderdaad te gaan. Dan hebben we natuurlijk nog cruise control en snelheidsbegrenzing. Nou, als ik hem even op de snelheidsbegrenzing zet, dan zet ik hem naar boven. Dan kan ik het makkelijkste uitleggen. Dan gaat hier een oranje lampje branden. Willen we de cruise control, dan doen we de schakelaar naar beneden. Dan wordt het een groen lampje. Dus dat is dan even het verschil. Maar met de begrenzer kan ik het makkelijker uitleggen, omdat we dat stilstaand ook kunnen laten zien. Dan krijgen we in het middendisplay begrenzer. En met de begrenzer kunnen we zo'n plusje drukken. En dan staat hij bijvoorbeeld op 30 km begrensd. Druk ik natuurlijk nog meer keer het plusje in, kan ik ook gewoon de snelheid verhogen. En kunnen we wat dat betreft de snelheid aanpassen die we moeten hebben. Omdat we stilstaan is het 30 km per uur. Hadden we nou 80 gereden, was het natuurlijk 80 geweest. Dus dat is wat dat betreft hoe dat werkt. Wil hem kortstondig eraf halen, geen probleem. Drukken we hier even aan de andere kant van het stuur op het nulletje. Dan staat hij in het geheugen. Willen we hem weer terughalen vanuit het geheugen, drukken we op het R'tje, reset. En dan staat hij ook weer gewoon op de begrenzer. We willen hem helemaal uit, ook geen probleem. Zet gewoon de timelaar schakelaar in het midden. En dan is die ook gewoon weer uit. Dus op die manier kunnen we dat makkelijk wat dat betreft regelen. Dan hebben we natuurlijk nog de multimedia. Nou, het is een kwestie van even druk op de draaiknop. Gaat die gewoon aan. Kan ik bijvoorbeeld inderdaad selecteren voor de navigatie. Moeten we even op akkoord drukken dat hij hem inderdaad mag laden. En dan kunnen we wat dat betreft een bestemming bijvoorbeeld inderdaad intoetsen om dan te navigeren. Willen we weer terug, kan ik ook drukken op home. Dan kan ik bijvoorbeeld inderdaad ook de telefoon koppelen. Nu moeten we even zoeken naar Bluetooth apparaten. Vervolgens ook eventjes met de telefoon natuurlijk even zoeken naar Bluetooth apparaten. Moeten we de code intoetsen die aangeeft. En vervolgens is die dan gekoppeld. Als hij helemaal gekoppeld is, is het een kwestie van de Bluetooth aan laten staan op het telefoontoestel en dan gewoon instappen. En dan pakt hij hem automatisch over. Dus dat werkt wat dat betreft gewoon helemaal super. Ook verder geen moeilijke techniek. Dan hebben we natuurlijk nog de verwarming en ventilatie. Ik kan eraan draaien om hem dus inderdaad op de temperatuur te zetten die we willen hebben. Autostand is gewoon de standaardstand en dan doet hij alles helemaal zelf. Gaan we daarvan afwijken, kan ik natuurlijk de blower harder of zachter aanzetten. Maar dan gaat hij wel van de auto af. Dus het makkelijkste is gewoon auto drukken. 20 graden bijvoorbeeld. En dan blijft hij ook gewoon die 20 graden aanhouden. En hij gaat vanzelf koelen wanneer het nodig is. En dan gaat ook vanzelf uit als het nodig is. Vooruitontwaseming hebben we een aparte knop voor. Gaat hij gelijk harder blazen. Dus dan regelt hij dat sowieso. En dan doet hij ook de achteruitverwarming gelijk erbij aan. Druk ik die nu weer uit. Komt hij ook automatisch terug naar de autofunctie. Dus dat werkt wat dat betreft gewoon heel makkelijk. En ja, werkt gewoon goed.
de achteruit kunnen we natuurlijk inschakelen. Dan gaan ook de parkeersensoren werken. Zien we dan ook, hè. Ze zijn ook visueel. Dus dat is ook wel makkelijk dat dat op die manier geregeld is. En dan denk ik dat ik zo op zich het meeste van de auto al heb uitgelegd. Zijn er toch nog vragen over de tekst en uitleg van de auto? Dan hoor ik het natuurlijk heel graag. En anders zou ik alvast willen zeggen, hele fijne, veilige kilometers toegewenst. En tot vandaag in de show.